Het ministerie van Openbare Werken zorgt ervoor dat de bouwwerkzaamheden bij het oud gebouw van de Amerikaanse ambassade, waar het belastingkantoor komt, toch goed verlopen. Dit zei minister Riyad Noor Mohammed van het departement eerder deze week aan journalisten. De bewindsman verduidelijkt dat het ministerie niet rechtstreeks betrokken is bij de werkzaamheden, maar alles in de gaten houdt. Ja, dus in 11a weet ik dat er een aannemer aangetrokken is, ik weet dat er een directievoerder is en het ministerie zorgt er dan voor dat die twee dingen goed lopen, dan hoeven wij er niet echt speciaal betrokken bij te zijn. Maar in zijn algemeenheid dient er een bouwvergunning te zijn voor de verbouwingen. Ik ga ervan uit dat het ministerie de bouwvergunning heeft aangevraagd. Ik ga voor je nagaan voor de verbouwingen. En anderzijds zijn alle ministeries op de hoogte dat en alle internationale instellingen gaat om bouwwerken, zijn ze verplicht een bouwvergunning aan te vragen voor verbouwingen en dat soort dingetjes. Maar voor de rest mag men wel zelfstandig verder. Het departement zou volgens Noor Mohammed in feite meer betrokken moeten zijn bij het geheel. Maar tot zijn verbazing is dat niet het geval. Het ministerie zou verplicht aanwezig moeten zijn, benadrukt hij.